grond. We bouwen erop en eronder, we graven het af, we verspillen het, maar we staan er bijna nooit bij stil wat we met de grond onder onze voeten doen. Professor Theo Spek neemt ons mee naar het Drentse Ballouwerveld, dat binnenkort helemaal op de schop gaat. Cultureel geograaf Annemieke Lochtmeijer maakte een lesboek over een Canadees oerbos. En planoloog Gert de Roo legt uit dat we misschien te weinig grond hebben, maar dat er toch genoeg ruimte is. Steeds meer. Maar steeds meer zie je vooral in de stedelijke omgeving. Dat we ook de diepte ingaan en letterlijk met die grond aan de gang gaan. He, bijvoorbeeld een parkeergarage onder de Ossenmarkt, maar dat gaat steeds verder. Nu is dat in het noorden nog maar beperkt, maar zeker in de grotere steden. En wereldwijd zie je dat er een hele leefgemeenschap langzaam maar zeker onder die grond gaat ontstaan. Gert de Roo is hoogleraar planologie. Wat er onder de grond gebeurt is voor hem nog niet zo interessant. Wel hoe we de grondoppervlakte gebruiken en inrichten. Met als belangrijkste vraag, hoe richten we de ruimte zo in dat het maatschappelijk wenselijk is? Ook voor de maatschappij van de toekomst. Dat betekent wel dat je heel goed moet nadenken waar het in de toekomst naartoe gaat. En dat is op zich moeilijk, want we zijn geen koffiedikkijkers, we zijn geen glazen bollenlezers. Maar je moet er dus over nadenken. En de planologen worden dus ook steeds meer trendwatcher. Wat gebeurt er nou over 10, 20 jaar? De Nederlandse bevolking groeit niet meer zo snel. In de toekomst zal het aantal Nederlanders zelfs afnemen. Toch hebben we steeds meer woningen nodig, want het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. En die willen ook allemaal een tuintje voor, een tuintje achter en een parkeerplaats. Dat betekent dat we met elkaar toch steeds meer vierkante meters gaan gebruiken. Want op een gegeven moment is de ruimte echt op natuurlijk. Dat betwijfel ik zeer. Ja? Dat durf ik zeer te bestrijden. Hoezo? Ja, want de ruimte is eigenlijk, wat is ruimte? We kunnen stapelen zelfs als we dat willen. Er is zo ongelooflijk veel ruimte. Alleen het is de manier waarop je het gebruikt. Het volstapelen van woningen in strakke flats heeft tot dusver nog niet tot veel euforie geleid. Dus dat is blijkbaar niet de manier waarop we met elkaar samenleven. Maar als je ziet wat nu al in de nieuwste woonwijk in Amsterdam plaatsvindt, daar vinden woningdichtheden plaats van 100 tot 150 per vierkante per hectare, moet ik zeggen. Per hectare, dat is onwaarschijnlijk veel. Maar als je daar doorheen loopt, is die ruimte ook onwaarschijnlijk spannend. Het inrichten van een ruimte is op zich niet zo moeilijk. Je richt gewoon de hokjes in. Maar daar gaat het niet om volgens Gert de Roo. Het gaat erom dat die inrichting toegesneden is op de mensen die er leven. Nu en in de toekomst. Het is dus belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar wat het individu met die ruimte wil. De ruimte moet aantrekkelijk zijn in plaats van efficiënt en functioneel. Dat je verdraaid mag genieten van het feit dat je daar woont. En dat je mag genieten omdat er onderscheid is. En dat er verrassing is in een ruimte en een omgeving. Maar dat maakt het wel lastiger. En dat betekent dus ook dat we nieuwe concepten nodig hebben. Ruimtelijke concepten. Hoe we dat gebied, hoe we die wijk willen inrichten. Nou, dat is tegelijkertijd heel erg spannend. We hebben dat in Canada bekeken. In een heel groot oerbos in British Columbia. Twee keer zo groot als België. En we hebben gekeken naar het economisch belang, want er zijn heel veel boomsoorten, hele grote boomsoorten die daar groeien, die op grootschalige manier gekapt worden. Maar dat is ook de plek waar heel veel verschillende First Nations groepen wonen. Dus voor die mensen is die grond ook heel erg belangrijk. Cultureel geograaf Annemieke Lochtmeijer maakte met Bettina van Hoven een documentaire over de Great Bear Forest. In dit grote woud in Canada werd 15 jaar lang geprotesteerd tegen de enorme houtkap. Lochtmeijer en Van Hoven maakten van hun documentaire een lesmethode voor middelbare scholen. Wij zijn in het Great Bear Rainforest geweest, een heel groot oerbos in Canada, in British Columbia. British Columbia vind je hier, dat is een van de provinciën van Canada. Met hier Vancouver en Vancouver Island. En het Great Bear Rainforest ligt dan ongeveer ter hoogte van Vancouver Island, helemaal naar het noorden, bijna tegen Alaska aan. You can really feel when you're here the power of this place. It was such a strong homeland to our people with the villages that were here. So whenever I'm here, I really feel like I'm coming home. Dit is Jesse Houston, een van de First Nations die in het Great Bear Rainforest woont.
van een van de oorspronkelijke bewoners. We hebben daarnaast ook politici geïnterviewd en mensen van milieuorganisaties. Dat hebben we allemaal samengebracht in ons lespakket, documentaire, extra videomateriaal en een boek, A Forest for the Future in the Class, waarin allerlei opdrachten staan. Zodat scholieren in Nederland ook kunnen leren en zich bewust worden van situaties als het mis dreigt te gaan met de grond onder je voeten, wat er dan kan gebeuren. Dit is een van de opdrachten uit ons lesboek en gaat over duurzame vis. Het is daarbij de bedoeling dat leerlingen in groepjes een kijkje gaan nemen in een supermarkt om te onderzoeken of daar nou vis aanwezig is die wellicht ook bedreigd is. Nou, wat ze dan bijvoorbeeld zouden kunnen vinden is deze kabeljauwfilet, gevangen in de Atlantische Oceaan. Dat is dus een soort die bedreigd is. We hebben hier roze garnalen, gevangen in de Indische en de Stille Oceaan. Is dus ook een soort die bedreigd is. En als laatste heb ik hier nog sardientjes die gevangen zijn in Marokko. Dus waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Middellandse Zee. Is dus ook een soort die bedreigd is. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen daarover gaan nadenken. Wat betekent dat? Kunnen we daar zelf iets aan veranderen? En zou je misschien een andere soort vis dan gaan kopen? Of helemaal deze vis niet meer willen eten? De Greater Rainforest is inderdaad heel erg ver weg. Maar het is toch heel erg belangrijk dat jongeren hier wel iets leren over de situatie daar. Juist omdat het uit de hand dreigt te lopen. Bijvoorbeeld de keuzes die ze maken voor producten die ze bijvoorbeeld wel of niet willen kopen. Ik noem maar wat houtproducten. Of bepaalde vissoorten die ze wel of niet willen eten. Dat zijn allemaal producten die daar vandaan komen. En wat van invloed is op de situatie daar. Dus het is heel erg belangrijk dat ze daar wel iets van leren en zich bewust van worden. We zijn hier op het Balloerveld, een oud heideveld in Drenthe, waar al duizenden jaren lang door mensen gewoond en gewerkt wordt. Het landschap en ook de bodem laat heel veel sporen zien in dit landschap. En de komende jaren gaat dit landschap behoorlijk op de schop, want we hebben een heel nieuw plan gemaakt voor dit gebied. Hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek weet bijna alles over het Drentse landschap. Hij heeft de afgelopen paar jaar meegedacht over de herinrichting van het Balloerveld, een van de rijkste landschappen in Nederland. Landschapshistorisch opzicht is dit een uitzonderlijk rijk landschap. Hier liggen sporen uit allerlei perioden die je direct kan zien. De langgerekte karresporen uit de historische tijd, oude grafvelden, urnenvelden, nederzettingen van vroeger. Allemaal op een korte afstand bij elkaar. Dus ja, voor een onderzoeker op het gebied van het landschap is dit uitzonderlijk rijk. Kijk, een prachtige grijsbruine akkerlaag van voor de jaartelling. Het is 1000 voor Christus tot ongeveer de jaartelling dat hier geakkerd is. Je ziet die prachtige grijsbruine karakteristieke laag die we in prehistorische akkers altijd zien. Er zit stuifmeel in uit die tijd van de akkerbouwgewassen. Er zit houtskool in van de struiken die hier verbrand zijn. Er zitten soms verkoolde zaden nog in. Grondsporen, zeg maar, ook ploegsporen. Waardoor je een heel goed beeld kan krijgen van het landschap van die tijd en ook van, de landbouw. In 1943 hebben de Duitsers hier door dwangarbeiders een hele grote diepe kerf laten graven, dwars door het Balloerveld, om Engelse tanks tegen te houden als er hier een landing zou plaatsvinden. Maar in deze gracht, doordat die is ontstaan, zijn er prachtige bodems in het landschap zichtbaar. Op het Balloerveld kan je drie verschillende ijstijden ervaren. En dit is een hele oude ijstijd en dat is dat gele zand van de Elster-ijstijd 300.000 jaar geleden. Daar liggen zeedieren in. Er liggen soms zeeegels zijn hier te vinden op het veld, omdat het in die tijd een zee was. Ik onderzoek het om al die fasen uit de geschiedenis te achterhalen. En ook ja, om ook goede plannen te maken voor de toekomst. De bodem gebruiken als kennisbron om het verhaal van het landschap te vertellen. En dat ook voor toekomstige generaties te bewaren. Want dat is de kunst, om die verhalen niet alleen voor onszelf te houden en nu te vernietigen. Maar om er zorgvuldig mee om te gaan en het verhaal aan volgende generaties te vertellen. We willen op het Balloerveld weer de grote stille heide creëren die hier eeuwenlang is geweest. En daarvoor is het nodig dat bosjes zoals hier op de achtergrond verwijderd worden om het landschap weer beter zichtbaar te maken. En alle sporen die erin zijn beleefbaar voor bewoners en voor recreanten te maken.